dan? Ik ga er eentje leuk. Het is, mijn horloge heb ik ook al gehad gedaan. Het is 2:05. Op zondag? Op zondag, 4 juli. Vandaag is Suzanne jaren. Die is al getrokken. We hebben het gisteren gevierd. Ik heb alles met vlooienpoeier gedaan. En moeten we nog even wat lezen. En fietsen doen we niet in de vakantie. Oh, we zijn bezig met onze eerste stop. We zitten nu vlakbij Breda. Hè? En we hebben ook nog wat nieuws op de camper, ons zeiltje voor onze fietsen. En een beetje groot uitgevallen, maar wel mooi, vind ik. En natuurlijk onze nieuwe skibox erop. Ik heb wel eens gezien, maar op de rij wil gewoon hier liggen slapen. We hebben nog maar 2 uur gereden. Ja, top. Nou, zullen we maar gaan? Ja. Nou, 2. Huppakee. Hoe komen we daaraan dan? He? Hoe komen we daaraan? Van onze buren gehad. En dan weet ik niet wie dat gemaakt heeft. Dat hebben we van Joke gehad, want Joke is vandaag jarig. En ik denk dat de schoonmoeder het gebakken heeft. Ach goed. Ik ben Joke helemaal gelijk gefeliciteerd. Oh, nou. Nee, jij ook. Ga je alsnog niet dan nu? Hey, Joke nog van harte gefeliciteerd hoor. Het smaakt heerlijk. Ik weet nog iets leuks wat je moet zeggen. Dat we echte kampeerders zijn. Nee, vakantie man. Ja, vakantie man. Gezellig hè? Met de koek van Joke. En de gala koffie. Stoemert. Muizen, waar zijn de muizen? Dat horen ze niet, Ger. Als je niet zegt waar je bent, dan weet je het later niet meer. Nou, en waar zitten we nou dan? Het is vandaag 4 juli 1993. Ja, dat hadden we al 80 keer gezegd, hè. Om 9:30 of zo, 9:30. En we zitten in de Le Milieu de France. Heb je hem, ben ik in beeld? Ja. In Péronne. We hebben nog helemaal niet gefilmd vandaag. Dus je moet nog heel even zeggen. Het is vandaag... Het is vandaag maandag 5 juli. Ja. Nou, en we hebben de hele dag gereden. Ik ben nu aan het afwassen, want we hebben net lekker spersiebonen met... Ik heb de hele dag de runderlapjes op staan te laten stoven. Dus een lekker gestoofd runderlapje erbij. En we hebben de hele dag gereden en dat we vanmorgen gingen eten. Toen ging er een... bij met de vrachtwagen kwam er een vieze kledderaar en die gaat met die man staan praten en die meid die gaat die cabine in en ik denk nou die heeft de lift gevraagd en toen ging Hans dienst dicht dat zie ik nog wel hoog hè, dat je dat gelijk op de film moet vastleggen. Zitten ze lucifersen naar beneden, nee, 10 minuten later kwamen ze er weer uit en werd ze opgehaald door de vriend. Nou, dat wist ik ook helemaal niet dat dat bestond. Samen. Nou, die vielen. Er staan wat een papiertje. We zitten nog steeds in de file. Nou ja, daar ga je. Ze bij Bordeaux. Bij Bordeaux. Zo, het is nu 10:50 en we gaan hem even ontbijten. En we zijn nu van Bordeaux gaan we nu naar de kust toe. Nou, we zijn er hoor. Het is mooi, Ger. Als je zo aan de kant staat, dan durft hij om als je zelf helemaal goed aan het water bent, dan komt hij toch mee. Dat is zo leuk. Hoe heet deze camping, Ger? Dit is camping municipaal in Carcansplage. Mooi. Nou, daar gaan we. Ger? Ja? Racefietsers hebben voorrang hoor. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Ik vind het een rotpad, jij niet? Je moet zo concentreren op de weg. Je kan niet eens om je heen kijken. Lekker. Het is hier hartstikke mooi. Nou, kijk even om je heen. Dan gaan we gauw weer verder.
Ja, we gaan weer. Nou, fietsen. Ja, het is inderdaad hartstikke mooi. We moeten nog een stukje door. Nog een kilometer of 10, denk ik. Kijk of ze erop. Ja, een kilometer of 10. Het is een heel smal fietspaadje. Heel smal, heel slecht. Dus Gerrit die zal wel weer ook commentaar hebben als hij er langs komt. Moet je weer opletten. Nou, we zijn nu 5 minuten later. En ze is er nog niet. Nou, alhoewel, ik zie daar wat aankomen. Ja, wat heb je er? Nou, het zal mij benieuwd wat voor commentaar ze heeft. Moet je opletten. Hey, Ger? Nou, ik vind er niks aan. Hè? Ik vind hier niks aan. Waarom niet? Ik zit mijn eigen rot. Ik schijt 7 kleuren op dat kleine rotpaadje. Je gaat liever al op de wis op. Ja, dan liever liever eraf ook. Nee, ik vind het niks. Ja, nou ja, je hebt het toch zelf gekozen? Je hebt het zelf. Ja, nou, daarom kan ik het toch ook wel niks vinden. Ja, maar dan hoef je niet tegen mij zo te schelden. Ik scheld niet tegen je. Wat zie je nou? Ik zeg nu hoef ik niet te roken, dus nou heb ik van nou laten we nou maar weer doorgaan. Ik heb het alweer gezien. We zijn even gestopt op dit bankje en we zouden wat gaan eten. Maar alles is gesloten, hè? Altijd. We moesten het toch weten voor 2 jaar. Ja, ik heb wel even gezegd dat je een tandje lager moest, want jij bleef 35, 36 rijden. Lok door, een zuurpool, een lavion. Niet van een cadeau, zuurpool, een lavion. Het is de route, de lavion, de pont, de lavion, de la route, Languedoc. Languedoc is een wijn, dat klopt niet. Nee, Ger, nou ben je Languedoc, een carcano. Dat zijn we. We zijn wat verkeerd gereden omdat, nou ik zal het niet zeggen dat ik eigenwijs was. Nou dit is een mooi fietspad, dit is prachtig mooi hier ook. En heel erg rustig. De weg is terug gefietst, eindeloos rechte weg. Van het waterlop. Ja. Hé, want jij moet even vertellen wat voor stoms jij hebt gedaan gisteravond. Ik kan me niet voorstellen dat ik wat stoms heb gedaan. Wel. Oh, de van het batterijtje? Ja. Nee, er was nog ook jouw stommiteit. Kom. Ik heb gewoon een batterijtje op te laden. Heb ik een opladertje met batterijtje in een badhokje gelegd. Ik heb hem aan de buitenkant heb ik op slot gedraaid. En zo heb ik hem, dat had ik al een paar keer gedaan. Of al een keer eerder gedaan. En dan moet je hem na verloop van tijd, moet je hem na een uurtje of twee, moet je hem ophalen. Want toen op een gegeven moment s'avonds om 10:30. Zie je dat niet dood dan? Nee, ik zag het niet. Een idioot zeg. Maar toen op een gegeven moment om 10:30 zo'n beetje. Ik moet even kijken. Komt er wat aan? Niks. Toen rond een uurtje om 10:30 toen ineens sta ik op en ik denk. Een ineens aan mijn batterij. Ik denk, godverdomme, mijn batterij, sorry. Ik denk, potje aan doosje. Mijn batterijtje vergeten. Ik denk, nou, die is weg. Dus ik ben naar de gelopen. Nou, een keurig mijn hokje nog steeds op slot. En mijn batterijtje volgeladen. Dus wat geluk. Het was wel jouw schuld, dus. Even. Ger, jij was er toch ook bij tot dat zo is. Nee, maar dan moet ik nou overal een ding. Want van toen wij daarheen gingen, toen heb ik nog gezegd, Ger, help even onthouden tot ik straks dat ding even moet ja, ophalen. Ja, ik moet alles voor jou onthouden. Nou, mijn geheugen is ook een zee. We zijn nu bij de baai van Arcachon. Waar precies? Dat weet ik niet hoe dit hier heet. Cassie, geloof ik. Cassie. En dat is de baai van Arcachon. We hebben een paar stoeltjes gevonden. Dat is het goede nieuws. Dat hebben ze hier neergezet. Want de bruggen die zullen wel dat rare weggetje. Ja, ze doen hier alles voor de toeristen. Maar met achteruitrijden heb ik mijn bumper krom gereden. Tegen die boom daar ook. Het is hier wel ontzettend mooi, hè? Schitterend. Het is hier prachtig.
Ik kan er niks meer van herinneren hier al. Niks. Alleen nog een stukje weg waar we een bon hebben gehad. Dat heeft me wel indruk gemaakt. Voor de rest hebben we al gegeten in het stadje. Nou, daar rijden we straks even langs, hè? Het is 15 jaar geleden ongeveer. En die camping, daar zijn we net ook geweest. Maar dat was nu een 4-sterren camping geworden. Al die campings heb ik gezien. Nou, dan gaat die hond even laten zwemmen. Bij die daar. Jee, nou spaak het. Kijk hoor. Je moet het daar draaien. Wat gebeurde er dan? Wat... Ik had net die camera opgeruimd, toen ging die hond zitten poepen. Dan moest hij het opruimen. Toch had hij zijn gedoucht daar. Jackie, kom eens hier. Hou, ga zitten. Wat deed je nou? Hey, Jack? Jackie, wat deed je nou? Ik weet niet of we dit kunnen herkennen, maar we zijn hier al eens eerder geweest. En daar hebben we toen die pot al die kaas op gegeten. Ja, en alles. Die was dat met dit rare balspel deden daar ook. Nou, het is wel moeilijk te herkennen allemaal. Zo, en dit is onze stek voor vandaag. En vandaag is het... En vandaag is het de... Jup. We zitten vlakbij het washoek. Ik denk dat daar aan de andere kant van die flats, dat daar het echte mooie boulevard is waar we toen ook geweest zijn, Ger. Ja, dit is een hele marmer volgens mij. Ja. Een hele gladde. We gaan maar even door. Nou, zo zien onze kaartjes eruit. Wat doe je daar? Een uur over? Ja, ik heb een beetje kaartje kopen, te kopen. Ja. In welk plaatsje zitten we nu ver? Saint-Pé-sur-Nivelle. Oh. Dus ik kan hier ook gewoon? Ja, daarachter, bij dat meisje is er ook heen. Hè? Daarachter is een wc. Heel netjes. En volgens mij zitten we nu al in Spanje, want... Nou, het is wel eens even leuk. We hier even voelen wat een kolletje is. Het is niet zo gek stijl. Je gaat door zeker, Ger? Lekker is een kolletje, hè? Dat is wel eens een keer lekker, hè? Hé? Hey. Nou, je moet weer even wennen dat het lang duurt, hè? Ja, nou ja. Dat is nou helemaal zo. Maar ik vind het wel lekker, hoor. Ik schaad het, Ger. Nee. Ik zag je zo die fiets neergooien. Ik denk nou, waar is het nou stopt? Wat is er zo wat? Ik hoor niet meer. En daar gaat die weg nog een stuk omhoog. Oh nee, daar is de douane. Oh. Dus we hebben nog ineens een stempel moeten geven in ons paspoort, Ger. Dat is lullig, hè? Nou, dit zal het hoogste puntje zijn, neem ik aan. Ja, ik hoop het, ja. Nou. Oh, je rijdt niet door, ik denk. Nou, dat wordt flitsend zo naar beneden toe zo. Ik flitsend naar beneden. Als je dan de deur open doet, ja, dan krijg je licht. Ja. Ja. Nou. Waarom zie je er zo raar uit? Omdat ik een nieuw jasje voor mijn vaderdag heb gehad. Dat moet ik aantrekken dan, hè. Ja hoor, zaterdag, 10 juli. Martijn is even de fiets aan het vastzetten in de regen. En dan gaan we weer verder, want het regent toch. We hebben de hele dag gereden en de hele dag regen gehad. En we zijn nu bijna bij Lourdes. Staat niet op hoeveel kilometer, maar volgens mij een kilometer 25. Allemaal donkere wolken. Kom eens hier.
Nou, er is hier niks te beleven. Dus we gaan weer terug naar de camping. Nou, morgen gaan we naar de achterkant van Niederberg. En daar staan we met de camper. Of volgens mij dat riviertje. Nou, we gaan erop. We gaan er lekker tegenaan. Gerry heeft zich toch wel redelijk zenuwachtig zitten maken over het kolletje. Ja, dat ook moet niet. Nou, ik reis niet meer hoor, want ik moet fietsen. Ja, we gaan gewoon rustig wel rijden. Een kilometer stoppen we weer. Nou, dat zien we nog wel. Het is hartstikke mooi en het is hartstikke lekker weer geworden ook. Ergens bij een plaatsje, denk ik, daar nog niet hadden gelegen. Linksaf, Ger. Van Indonesië heb ik ook voor zo'n brug zo'n watervalletje. Ja. Nou, we gaan nu dat stukje op, dat is het stijlste stukje wat er op deze berg zit, dus dat valt wel mee. Ik heb geen idee hoe lang we aan moeten, eigenlijk. Nou ja, dat is niet. Ik ben helemaal gewonnen. Dus. We zitten hier overigens in het skidorp. En dan moeten we nog volgens mij al 0,5 kilometer klimmen. Hè? Hey? 3,5 kilometer volgens mij. Toch op de switch gestapt, hè, Ger? Hè? Ik heb wel windje mee. Ja, je wordt er gewoon opgeblazen nou. Hey. Alleen een kopje van Bloemendaal nog. Hier ga ik niet meer op. Nee, hier gaan we ook niet meer op. Het is koud, hè? Ja. Wordt eigenlijk handschoenen mee moeten nemen. Mijn koeien schijt tegengekomen, Ger. Stukje, Ger. Hij is weer bam. Dan zie ik weer, dan denk ik van, nou ben ik er en dan zie ik weer zo, dat was dan maar 200 meter of zo. En dan klap ik even meteen weer helemaal in. Maar ja, dan kan ik wel weer het laatste stukje lekker. Ja. Ik heb wel weer met die mensen praten en zo en ik kom van Holland en ik had hem niet ingeschreven. Had je hem niet ingeschreven? Nee. 5 minuten, is dat genoeg? Wat? Over mij wel, ja. Nu zitten we nog in La Ruche. Dit is het plaatsje waar het hele gedoe gaat gebeuren. Nou, en hier staat het bord dat de Col d'Aubusque linksaf is. En daar begint de ellende op de fiets. Dit dorpje, Aubonne, daar begon eerst begon het aardig stijl te worden. Het stond ook in het boekje. Nou, dit was aardig stijl hoor. Ik heb het ook dus gered tot hier ongeveer. Ik ben hier ergens afgestapt. Toen kon ik even niet meer. Ja, nou, niks er weer een. Wow. You know, we hope you'll always be digging those totally terrific top 10 tunes. Hier staan de hits. Ja, ja. Just keep on coming. Kijk, en daar hing dat briefje aan van Bert en Vera. Wij zijn naar de camping. Nou, we zijn hier in Lourdes. Ver wil niet in zijn karretje. Lappen om de muren ook aan te raken. Ja. Ga
gaan ze waarschijnlijk naar die baden of zo. Ja. Allemaal in de bedje ook? Ja, ik zat er net aan te denken. Nou, omdat die ene man dat, dat kopje op heeft daar. Ja. Ja, het ging gisteren toch niet zo heel erg lekker op die berg, dus toen zei ik, nou, dan moet je een kleiner tandwieltje hebben. Maar het is nu wel huiselijk hoor, kijk, de was hangt buiten. Ik heb dit maar omgedoopt als schuurtje, tuinschuurtje. En de barbecue die staat al te wachten op het vlees. We zijn bezig met Tourmalet. We zijn nu in een plaatsje, maar daar zijn we nu even gestopt voor de tweede keer al binnen 10 minuten. Want ze zijn hier een muur aan het beklimmen. Maar geen gaal alvast. We hebben afgesproken dat we nog 3 kwartier zouden klimmen en dan weer stoppen. Ja, dat komt zo. Je kunt hier de weg prachtig mooi zien zoals we allemaal gegaan zijn. Ah, het is een schitterende mooie klim. Nog 500 meter, Ger. De laatste berg in de vakantie. Ah. Wat de zwaarste berg. Ik heb een mooie film en loop ze weg. Naar beneden. Ik ga naar de andere kant van de berg, ga ik nog een keer naar beneden. Nou, dan gaat hij naar beneden. De andere kant. Maar hij moet hem dan nog een keer weer op. Ik hoef er alleen nog maar een keer af. We staan hier overigens op een hele nette camping. Met gratis warm water. Nou, we gaan vandaag weer verder met onze vakantie. Bas is tegelijk gaan ze vandaag omhoog. Nou, we blijven er staan. Nou, daar kwamen we toen aan. Nou, we gaan nu weer naar beneden. Teun heeft gisteren dit stuk alleen gedaan. Naar beneden en omhoog. Dit is het dorp La Mongi. Meestal zitten we er in dorpen van die hele steile stukken. We zitten hier in een heel leuk dorp. Op een feestdag. 14 juli. Klammende vuiven worden er afgegeven. Nationale feestdag. Hartstikke leuk hier. Maar wel mooi weer, hè? Mooi weer. Ja, dat is echt wel, je kunt hier echt een kogel afschieten. Maar het is ook maar een heel klein dorpje. Ja, hoor je dat? Er zijn die festiviteiten, die knallen. Maar weinig zin, hè? Zo, we hebben al 2 minuten gefietst. Die wil eerst een beetje fruit hebben. Dus even winkelen. Nou, het is wel heet op zijn flank hoor. Nou, het is prachtig mooi weer, hè? Ik moet eerst een liter water drinken. Hoe heet deze? De koldaarspin, hè, of zo? Agnes. Agnes. Maar dat weten de Fransen nog ineens. De Agnes. Hij is veel zwaarder dan de dag, deze kogel. En hij heeft kennelijk ook een keer in de Tour de France gezeten, want op straat zie je allemaal geschilderd van Teunissen, Rooks, Breuking. Nou, kom op, de laatste metertjes.
is het hoogste punt in Andorra, wat we eerst zouden gaan. En daar staat hij alweer te wachten om mij. We zitten hier midden in Andorra, de stad Andorra. En we zien hier zekerheid. Voor de grens van Spanje, dus van Andorra naar Spanje. Toch is het weer anders dan in Frankrijk, hè? We gaan vandaag naar Perpignan toe. En daar blijven we, als het goed is, blijven we daar 3 dagen staan, want dan gaan we de Tour de France gaan we daar bekijken. Nou, als ik je niet meer zie. Het was in het donker. Lopen. Nou, dat is binnen in dat vestingdorpje. Kijk eens even. Je hebt geen idee van dat er achter die muren een hele stad zit, hè? Dit vond ik hartstikke leuk. Dat jij jarig is vanmorgen, dat ik je hartelijk heb gefeliciteerd met de verjaardag van je zus. En ik hou je van hartelijk met je. Ja, natuurlijk. En dat we nu onder een brug doorrijden. Ja, dat zien ze ook wel, hè. Nou, we staan. Ja. Oh, is de stondje niet te zwaaien? Kijk hier, schiet op. We zijn nu naar de Tour de France toe. En we zijn we al even doorfietsen. We moeten wel even doorfietsen. Maar we zijn over hele typische weggetjes heen. Die we niet op de kaart hebben gezet. Dus het is op mijn manier. Lekker, ging het goed, hè? Daar is ergens de finishlijn. Verder moet je er nog wel even overheen rijden. Over de finish? Ja.
gestuurd, Ger. Ja, ik mag niet eens over de finish. Ik ga de hulde ging net geweest. Ja, een puk heb ik mee. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ja, ik ben even aan het optuigen, maar ik ben even aan het kijken hoe dat allemaal weer was en zo. Hoe het allemaal begint. Het is allemaal niet zo simpel. Nou, je weet nog dat het ding daar moet. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik heb een trapeze aan het zitten. Nou, zo moet het zitten. Nou, daar gaat hij dan. Nou, dit is denk hij. En daar gaat hij. Nou, we zijn weer een dagje verder. We zijn nu, ik weet niet precies waar we zijn, maar nog steeds aan de kust. Vlakbij Montpellier. Daar heb ik er niks van. Hij gaat er toch achteraan, hoor. Nou al, Jackie, waar de baas is. Weet je het nou nog steeds niet? Hé? Hey? Nou, dan gaat het dan toch nog gebeuren op kleine plankie. Kijk, we worden hier beneden. We moeten het eerste stadje uit. En dan hebben we hier de camping. Is er nog wat te zien, Gert? Ja, daar is wel een mooi pleintje voor de kerk waar de mensen gaan. Nou, daar iemand op de vestpak zitten. Nou, gaan we weer, hè? Ja. U. C. Het is waarschijnlijk erg mooi. Het is hartstikke mooi, want het is hier hartstikke druk. Dus het is schitterend. Nou, ik zal even een foto maken van dit. Die kan best wel tegenstoten. Ik hoop het
En ik hoop niet dat de wind gaat draaien, want dan... Elk heuveltjes op en heuveltjes af. Ook nog. We zitten nu voor een kerkje in Banjul. We hebben nu ongeveer 35 kilometer gefietst. Hé, hey, er zit iemand die zwaait. Oh, dit is Teun. Pond de kar, hè? Ja, dat zal best wel. Dat ze bovenop staan, dat er een hekje is. Hartstikke mooi ding. Is dat Jack? Een beetje achteraf, want we wilden per se onder de bomen staan omdat Jackie morgen weer in de auto gaat of wij die berg op gaan. Ja, ik kom je gewoon redden, joh. We gaan aan de overkant van het riviertje en daar staat onze camper. Zo, we hebben vandaag de eerste kool te pakken. Alleen, een beetje jammer. Het is de bedoeling dat we daar naartoe gaan. En dat is... Ja, het is toch wel een heel stuk hoger. Ik heb water voor je, Ger. Ah, mooi. Je fietsen ben je even voorbij gegaan natuurlijk. Dat vond je wel leuk. Nee. Ik heb een fietsen voorbij gegaan. Nou. Nee, hier dat rode pakkie. Ja. Nee, die was ik wel bijna voorbij, maar... Ah. Was die nog voor je dan? Ja. Nou, die heb ik niet gezien. Ik ben afgestapt ergens. Nou, voor water tanken, hè? Er zal er wel drinkwater zijn. Ja, dat zal wel. Het zal er niet, hoor. Voordat we helemaal boven zijn. Nou, een van de laatste stoppen. Want we gaan tenslotte nog eerst een stukje naar beneden. Dat is een ontzettend stijl stukje daar, hoor. En er komt geen eind aan, want ik vind in het boekje stond dat het het laatste stuk makkelijk was. Maar ik vond dat de hele kool vind ik allemaal niks. Eigenlijk alleen het laatste stukje is ontzettend zwaar. Ja, dan moet je ook even afstappen, denk ik. Het lijkt een soort sterrenwacht of zo. Staan, Ger. Nee? Even op de pedalen staan. Nou, voor mij is het ga door, hè, Ger? Hè? Ja, ik stop even, want ik krijg kramp. Ik denk dat we van de camping af zijn gegaan. Ja, want het was een camping. Dat je helemaal niks. Het was hartstikke kaal. Vieze troep. 67 franken. En we zouden vanavond gaan rijden. En dan even daar douchen en dan weg. Maar dat mocht niet. Ik moest voor 12 weg zijn. Zo'n grote pauze van keukenhof in die winkel. Oh.
waar? Die torentjes daar. Naast de kerk. Oh ja. Dit is de plaats waar we vannacht gestaan hebben met nog een paar campers. We rijden straks door naar Alpe d'Huez en dat is nog een 150 kilometer ongeveer. Overigens horen we net dat het weer in de Franse Alpen wat beter werd, dus we hebben weer hartstikke geluk. En op het bankje zit hier, Ger. Ja, dit is weer diezelfde camping waar we vorig jaar ook hebben gestaan. En we gaan nu even brood halen. Een dorpje. Nou, vertel het maar. De pet gaat op. Ik draai mijn zonnebril op. Ik zet mijn pet op. Het is helemaal goed. Waarom? Het is 10:10. Wacht even, ik zal de tijd er even in zitten. Eerst de datum. En daarna de tijd. Ja, we zijn nog niet weg natuurlijk. Ja? Wat hebben we nou precies afgesproken? Vanaf dit bruggetje, maar ja, dat kwamen we wel een paar keer een brug tegen. Maar ja, dit is dan 1 minuut of zo. Dat maakt niet zoveel uit. Dit is het laatste bruggetje voor de helling. Laatste bruggetje voordat je een scherpe bocht naar links maakt. En we gaan tot de... tot het viaduct. Tot het begin van het viaduct. Ja. En dan ga ik in één keer omhoog. Ja, en ik kom nu weer terug. Dus en dan? Als ik er halverwege ben, zie ik je weer. Hé? Als ik er halverwege ben, zie ik je wel weer. Ja, dan kom ik weer terug. Nou. Nou, ik ga mijn cameraatje opbergen en dan ga ik. Dus 11 uur, nou zeg maar 11 uur 54. Ja, ik ga nou weer terug. Ga ik even Ger ophalen. Nou, ze moet daar ergens rijden. Dus. Vanuit terug. Wat niet? Ik zeg niks, Ger. Gaat ie? Ja hoor. Kijk, dat is net iets van die Tour de France, hè? Hey, kijk, even kijken. Zo. 23:78, 1 uur, 55 minuten, 35 seconden, wou ik even zeggen. Zou je dat even zeggen, meer niet? Nee. Want dan kunnen we even zien precies, hè, hoeveel ik erover deed. En de skiliften lopen hier dwars door het dorp heen.
En ik denk dat we daar naartoe gaan. Tenminste, in die buurt. Oké. Met het riviertje over de weg heen, hè? Ja. Ja. Ja, die ene vrouw die wist mooi dat ze wel aan de verkeerde kant van de weg over moest steken. Ja. Want die aan de andere kant zit een heel gat. Die zou overrijden. Ja. Er komt er weer eentje achter hier, hè? Onder het bord, Ger, even. Ja. Ja. Oké. Okay. Applaus voor jezelf nog even. Dat is Mizoen of zo. En een bankje. En even kijken hoeveel foto's we hebben nog. Nou, we gaan over die stoel dan daarom. En dan gaan we die weg volgen daar, door die dingen. En daar zijn we vorig jaar, dacht ik, wel geweest. Moeten we door het tunneltje zijn. Uit die rotsen. Nou, het is ongeveer nog een kilometer of 25, denk ik. Ja, klopt. 20. Nou, we zijn bijna thuis, zeker thuis. Ja, het is 6:10. Dus ik krijg gelijk om nacht. Dus de eerste, we kwamen Nederland binnen en het begon te regenen. Bij Maastricht kwamen we Nederland binnen en het begon te regenen. Heel erg, hè? En er staan zo enorm veel files in Frankrijk. Ja. Nou, hier in Holland is het ook hartstikke druk. Maar wij hebben net van buiten Eindhoven zijn we moeten gaan, hè? Naar Helmond zijn we geweest. Zo, dit is onze laatste stop van de vakantie. Het is dit weer.